Hallo iedereen, ik heb vandaag gewichtjes bij me. Ik ga een enkele heel eenvoudige armspieroefeningen doen. Ik weet dat ondertussen heel wat mensen gewichten thuis hebben. Heb je dat niet, dan kan je natuurlijk altijd een fles water gaan nemen of een conserveblik bijvoorbeeld. Dat kan ook wel voldoende zijn van gewicht. Ik gebruik halters van 2 kilo. Kies zelf of je dit zwaarder of lichter wil maken. Oké, en dan starten we met onze squat. Als opwarming. Ik buig door de beide benen, armen naar de schouders en duw erop. Oké. Ik doe alles vandaag 10 keer. Doe gerust meerdere herhalingen. Je kan perfect de video eventjes op pauze zetten. En trainen op je eigen niveau. Ook afhankelijk natuurlijk van de tijd die je wenst vrij te maken voor je sessie. Nog 3 te gaan. Nog 2. En nog 1. Oké, goed. Dan plaats ik 1 voet naar voren. Dit doen we 5 maal. Aangezien dat we 5 maal de ene kant zullen doen en 5 maal de andere kant. Ik start met mijn gewichten voor de borstkas. Ik open en ik kom terug. 2. 3. 4. En 5. Ik wissel, andere voet voor. Klaar. En 5. 4. Hou je ellebogen mooi op de hoogte van je schouders. 4. En 5. Oké. Voor de volgende, dan buigen we eventjes voorwaarts. Ik ga heel rustig naar beneden. Wanneer ik hier doorga, dan ga ik mijn beide armen optrekken. Terug naar beneden. En recht. Ik werk mijn voet vanuit mijn heupen. Op. En terug. Voor. Op. Eigenlijk een roeibeweging die je gaat maken. Het is ook niet altijd nodig om met heel zware gewichten te werken. Voor mij is het nu 4 kilo. Kan je zeggen dat het eerste gewicht was helemaal niet zwaar, maar het is ook niet de bedoeling dat ik echt spiermassa bij creëer. Met andere woorden, ik hoef geen bodybuilder figuur te krijgen. Ik wil gewoon een strak lichaam hebben, maar ook een sterk lichaam. Nog 3. 2. En nog 1. Oké. Ja, dan gaan we terug naar onze spreidstand. Ik ga lichtjes buigen en ik ga zij en uitstrekken. Zij en terug. 2. 3. 4. Wil je dit sneller doen, doe rust. 5. Blijf laag met je heupen. 7. 8. 9. En 10. Ik ga nu aansluitend 10 maal mijn tenen optillen van de grond. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, next. Ik ga terug naar een lunge positie. Je brengt je armen opzij en we strekken uit naar boven en weer naar beneden. Opnieuw 5 aan iedere kant. 5, 4, 3, 2 en 1. Ik wissel. Andere zijde. En 5, 4, 3, 2 en 1. Oké, super. Laatste voor vandaag. Achterzijde van onze arm. We gaan niet de klassieke tricep doen. Die mag je natuurlijk altijd doen. Maar we gaan vanuit een voorovergebogen stand gaan staan. Dus lichtjes door de benen buigen. Ik ga mijn beide armen, ga ik geplooid worden. En ik strek recht naar achteruit. Ik doe eerst 1 zijde. Andere hand hou ik gewoon heel stil. Zitten al aan 4,
En als je dit heel correct doet, dus je elleboog die blijft op dezelfde positie, dan ga je onmiddellijk aan de achterzijde van je bovenarm de werking voelen. Laatste. Oké, dan draai ik me eventjes naar de andere kant. Opnieuw, buigen, elleboog omhoog en strek eruit. Oké, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, super. Dat was het voor vandaag. Doe gerust de ganse sessie nog eens opnieuw of neem wat zwaardere gewichten. Dankjewel om mee te volgen. Mijn naam is Karen van Beweeg.isgem. Dag!